Mocht je nog twijfelen over het sportieve karakter van de Peugeot RCZ, dan is hier de R. 270 pk, een aangepast onderstel en natuurlijk de nodige uiterlijke verfraaiingen. En dan zou je zeggen, daar ga je natuurlijk de Audi TTS bij halen. Maar nee, laten we nou eens een keertje lekker opvoeren aan de allerbeste voorwielaandrijver van dit moment. En die komt van Renault Sport. Moet ik hem nog voorstellen? Ja, dat moet ik. Want hij is onlangs in een nieuwe jas gehesen. De Megane RS. 265 pk, een nieuwe neus. We mogen weer. Alleen van binnen al die Peugeot, dus een feest om naar te kijken. Kijk, dan staat het dashboard alleen met die prachtige, dat leerbeklede dashboard met die rode stiksels. Die prachtige klokjes allemaal met vergroomde randen, dat analoge klokje in het midden. Een iets ingekort pookje met een speciale knop. Stoelen. Nou, ze zitten nog beter dan ze eruit zien en dat wil wat zeggen hoor. Nou, überhaupt het hele interieur. Prachtig ook details hier, dat plaatje, dat airplaatje, die airplaatjes in die stoelen. Een enorme glazen koepel van achter die voor een fantastische lichtinval zorgt. Het is allemaal één en al pracht en praal. Maar daar gaat het natuurlijk niet om in zo'n sportief coupé, tenminste in mindere mate. Het gaat om die aandrijflijn. Nou, en ik kan je zeggen, ook dat is tip-top in orde hoor. Die koppeling is heerlijk gevoelig. Die zesbak die schakelt heerlijk direct en precies. En dan die motor. Het is een 1.6, hè? Let wel, het 1.6. Met, hou je vast, 270 pk uit een 1.6. Je gaat je bijna afvragen, blijft dat wel heel? Nou, dat is van latere zorg. Dat het er vol aan trekt, kan ik je verzekeren. Echt, je pakt hem even door en die turbo gaat erin met 3.500 toeren. Echt vol eraan. En die klank, een heerlijke donkerbruine, warme klank. Fantastisch. Wat lekker, man. Ja, maar goed, hard rechtuit zeg je dan, Jacobs, kan iedereen, klopt. Maar hoe gaat hij dan de hoek om? Nou, veel beter dan de gewone RCZ hoor. Hij heeft minder last van onderstuur. Als je echt vol die bocht uit accelereert, dan zet je nog wel steeds een stapje naar de buitenkant, maar in veel mindere mate. Die achterkant is ook wat losser geworden. Ze hebben een iets minder zware stabilisatorstang gemonteerd dan in de gewone RCZ. Hij heeft wel wat onderstuur, maar aanzienlijk minder hoor. En die besturing is echt heerlijk direct. Maar zo los als dit kontje is die Peugeot echt niet hoor, van achter. Deze communiceert de hele tijd met je. Ga je hard een bocht in en dan lift je iets, voel je meteen omkomen, tikkeltje tegenstuur en dan gaat weer in het gareel. De hele tijd is die auto met je aan het communiceren. De hele tijd wil die spelen. Het is gewoon echt een extreme machine. En ik weet wel, in ongeoefende handen kan die best wel een beetje tricky zijn. Maar echt, je krijgt er zoveel puur rijplezier voor terug. Het is gewoon eigenlijk, elke keer als ik deze auto heb, heb ik zoiets van, ja, deze is eigenlijk gewoon gemaakt voor het circuit. En zeker als je hem bestelt met cup chassis, dan is hij zo knetterhard. Dan voelt die Peugeot echt als een comfortabele lange afstandscruiser aan. Ja, die 2 liter turbo. Hij heeft 5 pk minder dan die Peugeot motor, maar hij bouwt zijn kracht wel veel gelijkmatiger op. En hij klinkt een beetje, ja, hoe zou ik het noemen, stofzuigerachtig of zo, maar hij klinkt niet zo goed als die Peugeot. Ja, moet ik het nog over de looks hebben? Ja, laat ik het maar even doen, hè? Want hij heeft toch wel weer een ander uiterlijk nu met die facelift. Het is alweer de tweede facelift voor de Megane. Het is nog steeds geen knapperd. Het is meer een beetje Ribéry en die Peugeot is meer Cristiano Ronaldo. En om even in voetbaltermen te blijven, van binnen is het, ja, vergeleken bij de Peugeot, zo sober als een kleedkamer van een vijfde divisieclub. Maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit bij deze auto. Met deze auto wil je maar één ding en dat is knallen, 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 hard gaan. Ja, en het is ook nog eens een keer een prijsknaller. Want het feest van de Megane RS begint al bij iets meer dan 35 mil. Die Peugeot kost minimaal 47.400 euro. Maar dan heb je wel een fully loaded coupé, een echte koppendraaier. Ja, en die Megane, ja, het zou ook een coupé met spaardiesel en GT-lijnpakket kunnen zijn. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Want Frank, is de Megane RS nog steeds de beste voorwielaandrijver van Frankrijk, Duitsland en de rest van de wereld?
Ja, volmondig ja, want die RCZR is echt een heerlijke auto. Het is een prachtige coupé, heeft zijn looks mee en hij is duidelijk sportiever dan de gewone RCZ. Maar als het op pure rijbeleving aankomt, dan zal hij nog steeds de Megane RS boven zich moeten dulden.